Ik ben Sander Groen, ik ben 47 jaar. Ik heb tot 2003 fulltime professioneel getennist. Ik ben begonnen in 1989. Had mijn hoogtepunt onder andere dubbel overwinning met Goran Ivanišević in Dubai. En ik heb ook een dubbeltitel met Roger Federer. Dat ziet eruit alsof ik mijn best niet doe, maar dat is nou eenmaal de stijl die ik heb. Daar kan ik niks aan doen, zo heb ik leren tennissen. En de harde werkers die waren vroeger daar vaker door gefrustreerd, omdat zij natuurlijk met veel hard werken hetzelfde of minder bereikt hebben als wat ik bereikt heb. Het grootste probleem is dat de meeste tennissers die plegen dan een grote aanslag op hun lichaam. En ik heb in verhouding iets meer natuurlijk talent dan de meeste spelers. Dus ik heb niet echt een zware aanslag op mijn lichaam hoeven plegen. Dus nooit echt zware blessures gehad. En de meeste spelers die hebben het dan op een gegeven moment wel gezien als ze een paar keer geopereerd moeten worden. Of weer een comeback en nog een comeback en de revalidatie. En daar heb ik gelukkig nooit geen last van gehad. Dat doe je dan, dat spelen met heel veel verschillende partners. Je hebt het wereldrecord in handen, las ik net. Bijna 170 partners. Ben je nou zo gewild als partner of zijn mensen hier juist heel snel zat? Ja, het is moeilijk om iemand echt met dezelfde toernooien te volgen. Want de meesten die spelen dan hun single en maken hun eigen programma. En ik zoek eigenlijk de toernooien uit die ik echt ken en waar ik graag terugkom. En dan is het vaak zo dat er geen mensen zijn die ik ken die op de lijst staan waar ik vaker mee gespeeld heb. Of ze staan op dat moment een stuk hoger dan ik. Dus dan willen ze liever met iemand spelen zodat ze geplaatst zijn. Dus dan is het af en toe voor mij met mijn relatief lage ranking is het dan moeilijk om een partner te vinden waar ik al vaker mee gespeeld heb. Je gaat richting de 50. Welke ambities heb je nog op de baan? Nou, ik heb nu eerder een soort ambities zoals nu met het aantal partners. Misschien de 200 te halen. En in ieder geval als ik 50 ben nog een wedstrijd op challenger niveau te winnen. Ik heb gisteren nog thuis getraind. En daar raakte ik eigenlijk helemaal geen pepernoot. Dus ik was een beetje bang voor mijn prestatie vandaag. Maar ik denk dat ik het toch heel goed heb gedaan.